We zijn inmiddels aangekomen bij paragraaf 4 van hoofdstuk 1. En zoals je aan de achtergrond van de eerste dia al kunt zien, gaan we het hebben over het oude Egypte, het land van farao's en piramides. Op deze afbeelding zie je hoe het er in Egypte, hoe Egypte er rond 3000 voor Christus er ongeveer moet hebben uitgezien. Het leven van de mensen speelde zich af rondom de Nijl. De titel van de paragraaf is dan ook Langs de Nijl. De Nijl was de belangrijkste rivier in Egypte, want behalve dat water verkoeling biedt wanneer het warm is en je vissen kunt vangen om op te eten en je eruit kunt drinken, zorgde de Nijl er ook voor dat de landbouw in Egypte zich heel goed kon ontwikkelen. Voor de Egyptenaren was de Nijl dus enorm belangrijk. Tijdens deze paragraaf gaan we kijken hoe in Egypte zo'n goed georganiseerde staat kon ontstaan. In het vorige filmpje kwam de landbouwrevolutie aan bod. De grote verandering in het leven van de mensen waarbij jagen en verzamelen plaatsmaakte voor het verbouwen van graan en tarwe en het houden van vee. Ook in Egypte waren akkerbouw en veeteelt belangrijk om mensen van voedsel te voorzien. In Egypte overstroomt één keer per jaar de Nijl in de zomer. Het water vloeit dan over de akkers van de boeren en laat vruchtbare slib achter. Dat is een soort klei. Boeren zaaien vervolgens deze grond in en krijgen hierdoor, wanneer ze gaan oogsten, een hogere opbrengst. Egypte is een warm en droog land en eigenlijk waren alleen de gebieden direct langs de Nijl geschikt voor de landbouw. Daar was tenminste water in de buurt. Om zo goed mogelijk gebruik te maken van dit water deden de Egyptenaren allerlei uitvindingen. Ze bedachten het irrigatiesysteem dat ervoor zorgde dat er altijd voldoende water was voor de akkers en het vee. Door middel van dijken, kanalen, waterbekkens, een soort van opslagplaatsen, konden akkers ten alle tijde over water beschikken voor de gewassen en het vee. Daarnaast maakten de Egyptenaren gebruik van een shadouf, een soort hengel met een emmer eraan, te zien op de afbeelding rechtsboven waarmee het water uit de Nijl gehaald kon worden en over het land gegooid kon worden, zodat de gewassen niet uitdrogen. Ook maakten de Egyptenaren gebruik van ossen en ploegen om de grond sneller en beter te kunnen bewerken. Dit alles zorgde ervoor dat er een verhoging kwam van de voedselproductie. Dat betekent dat er meer eten werd geproduceerd dan dat de mensen eigenlijk nodig hadden. Er waren dus overschotten. Wanneer niet iedereen boer hoeft te zijn vanwege het vele eten, ontstaan er andere beroepen. Mensen gaan zich specialiseren in ambachten zoals schoenmaker, spinner, timmerman, pottenbakker en dergelijke. Door de verhoging van de voedselproductie groeiden de dorpen. Hoe meer eten, hoe meer mensen er namelijk gevoed kunnen worden. Ook ontstaat er handel, want met de overschotten aan graan en de nieuwe ambachtelijke producten kan gehandeld worden met andere dorpen in de omgeving. En daar is de Nijl natuurlijk ook weer ideaal voor, want alles kan via de rivier per boot vervoerd worden. Omdat er steeds meer mensen bij elkaar gingen wonen en mensen met een ambacht niet meer per se in de buurt van akkers hoefden te wonen, ontstonden er kleine marktjes waar ambachtelijke spullen zoals stoelen, potten, kleding en dergelijke werden verkocht. Die marktjes werden steeds groter en groter en zo ontstonden uiteindelijk steden. In deze steden ontwikkelde zich een hoogstaande cultuur. Er kwamen tempels met priesters en men geloofde in verschillende goden. Deze goden werden vereerd met offers en geschenken. De steden werden steeds drukker en het was er toch erg belangrijk dat er genoeg voedsel geproduceerd zou worden voor iedereen. Dus kwam er een bestuur, de farao en zijn ambtenaren. De ambtenaren moesten bijhouden hoeveel belasting iedereen had betaald en of er genoeg graan op voorraad was om de bevolking te voeden. Ze konden dat natuurlijk niet allemaal uit het hoofd, dus gingen ze dit opschrijven. Zo is het eerste schrift ontstaan. En vanaf het ontstaan van het schrift rond 3000 voor Christus spreken we niet meer van prehistorie, maar van historie. Even korte herhaling. Irrigatielandbouw en nieuwe uitvindingen zorgen voor een voedseloverschot en het ontstaan van ambachten. Door veel voedsel
kan de bevolking groeien en groeien de dorpen. En door verschillende ambachten ontstaat er handel. Het ontstaan van handel en marktes en de groei van de dorpen leidt weer tot het ontstaan van steden. En door de komst van de steden, waar veel mensen op een kleine plek wonen, moest dus alles goed georganiseerd en bijgehouden worden. En daardoor ontstaat weer het schrift. Egypte is dus mede door de Nijl een goed georganiseerde staat geworden, waarbij de farao aan de leiding staat. Hij is een soort van koning. Ambtenaren helpen de farao bij het bestuur, zoals het innen van belasting en het naleven van de wetten. En zo ontwikkelde zich rond 3000 voor Christus het schrift. Dit was het weer voor deze keer. Tot het volgende filmpje.